In deze video bespreken we de masterslave-regeling die ervoor zorgt dat de temperatuur bovenaan de destillatiekolom goed geregeld wordt. We doen dat aan de hand van reflux. Dus dit is de masterslave van de reflux. We tekenen deze er even bij. We weten hier bovenaan dat hier onze laagkoker zit. Die zal dus ook onze gewenste waarde bepalen, namelijk de kooktemperatuur van die laagkoker. Dus we meten de temperatuur bovenaan, dat is mijn TT. Die stuurt zijn waarde door naar de regelaar, de temperature controller. Die staat in verbinding met de flow controller. Die gaat enerzijds de klep aansturen, maar die krijgt ook informatie van onze FT. Dus dit is onze regeling. Je ziet dat dit een masterslave-regeling is, want er staan twee regelaars in. De masterslave is de enige regeling met twee regelaars. Hoe kan je nu herkennen welke de master is en welke de slave? Het is de masterregelaar die een commando geeft aan de slave-regelaar. Maar hier staan geen pijlen, dus daar zijn we dus al niet veel mee. Maar de slave-regelaar is degene die het corrigerend orgaan bedient. En het corrigerend orgaan is hier de klep van de reflux. Dus de FC is onze slave. Ik haal er even de regeling bij. Vergeet niet, deze regeling krijgen jullie niet gegeven. Je moet zelf die kunnen tekenen, dus als vanuit blanco. Dat is erg belangrijk, want je moet deze basis kunnen tekenen eer je kan interpreteren op een grafiek van een nieuwe PID. Dus onze slave-regelaar, dus degene die het corrigerend orgaan, de klep van de reflux aanstuurt, is dus diegene FC. Die krijgt commando's van de andere regelaar, de TC. Ze hebben elk op zich hun eigen sensor. Dit is de TT-sensor. Die meet de temperatuur bovenaan de kolom. Maar er is ook de FT-sensor en die meet het debiet van de reflux. Wat is de gewenste waarde? De temperatuur die we willen is de kooktemperatuur van onze laagkoker. Daar gaan we naar streven. Als we die exact kunnen benaderen, dan hebben we een goede regeling. De stuurwaarde van de master wordt dus de gewenste waarde, is gelijk aan, van de slave. Dus die zijn verbonden met elkaar. Rest ons enkel nog dit aan te vullen. X1 is dus de temperatuur bovenaan de kolom nu. Zo. En X2 is het debiet van de reflux nu. We halen even onze matrix erbij. Er worden hier twee grootheden in de gaten gehouden. De master houdt altijd de belangrijkste grootheid in de gaten. Dat is hier de temperatuur van bovenaan de destillatiekolom. De slave die houdt iets bijkomstig in de gaten, namelijk het debiet van onze reflux. Nu, hoe komt het eigenlijk dat het debiet van de reflux niet constant is? Dat heeft te maken met deze stand. Als het vat hoger zou komen, ja, dan is er een hogere hydrostatische druk en gaat het debiet stijgen. Als ons vat lager zou komen, dan is er een lagere hydrostatische druk en dan gaat het debiet dalen. Dus ook al komt er later een regeling bij die deze stand gaat constant houden, dan nog kunnen we niet vermijden dat er kleine variaties zijn in de stand van dit vaatje, dus kleine variaties in het debiet van de reflux. Dus het debiet kan op bepaalde momenten stijgen en we kunnen er niets aan doen. Het debiet kan op andere momenten constant blijven of het debiet kan op bepaalde momenten
dalen. En we kunnen daar dus niet aan doen. Het debiet stijgt omdat het niveau in het vat wat hoger is. Het debiet blijft hetzelfde omdat ons vaatje even hoog blijft staan. Het debiet daalt omdat het vaatje aan het leeglopen is. De master heeft dus drie extreme standen. Ofwel zegt hij, de temperatuur is te hoog. Ofwel zegt hij, de temperatuur is net goed. Ofwel zegt hij, de temperatuur is te laag. Dus belangrijk, zoals je hier ziet, de master, de TC, gaat dus niet rechtstreeks de klep bedienen. Hij zegt alleen maar tegen zijn slave, doe er iets aan. Mijn temperatuur is te hoog, doe er iets aan. Mijn temperatuur is juist goed, hou ze zo. Mijn temperatuur is te laag, doe er iets aan. Het doel is hier dus als de temperatuur te hoog is, van de temperatuur te verlagen. Temperatuur verlagen, temperatuur verlagen, temperatuur verlagen. Als de master zegt dat de temperatuur juist goed is, dan is het doel van de slave die temperatuur op dezelfde niveau houden. Temperatuur op hetzelfde niveau houden, temperatuur op hetzelfde niveau houden. Als de slave zegt dat de temperatuur te laag is, als de master zegt dat de temperatuur te laag is, dan is het doel de temperatuur doen stijgen, temperatuur doen stijgen, de temperatuur doen stijgen. We gaan hier dus telkens kijken wat zou er gebeuren als de slave niets doet. Wat zou het effect dan zijn? Misschien lost het probleem zichzelf op, of misschien moeten we de klep meer of minder openzetten. Misschien eerst even kijken wat er gebeurt. Als het debiet stijgt, wat gebeurt er dan met de temperatuur? Als je kijkt naar de destillatiekolom, dan zie je dat de gassen hier naar een warmtewisselaar geleid worden en hier gaat dus gekoeld worden. Waarom gaat men koelen? Om die gassen om te zetten naar vloeistof voor in dit buffervat. Daardoor krijg je ook een onderdruk, want het volume van de vloeistof is lager dan het volume van de gas. Dus zo worden de gassen eigenlijk spontaan aangezogen. Maar dan weet je dus ook dat de temperatuur in dit vat lager zal zijn dan de temperatuur in de destillatiekolom. Dus als we natuurlijk van dat koude product gaan terugsturen via de reflux, dan gaan we ervoor zorgen dat de temperatuur daalt. Met andere woorden, als we het debiet van onze reflux gaan verhogen, dat betekent dat eigenlijk dat we het debiet van een kouder product gaan verhogen, dus dan gaat de temperatuur dalen. Met andere woorden, als we de klep meer openzetten, gaat het debiet verhogen en zal de temperatuur dalen. Als we de klep echter meer dichtzetten, dan zal het debiet dalen en dan zal de temperatuur stijgen. Let daar dus mee op, hè. Als we het debiet van onze reflux die kouder is doen stijgen, dan gaan we afkoelen. En als we natuurlijk minder van dat koude product gaan sturen, dan gaat de temperatuur stijgen. Hoe komt het dat die temperatuur stijgt? Dat is door die reboiler onderaan, hè, want die blijft nog altijd gewoon ervoor zorgen dat de temperatuur stijgt en die gassen die gaan langzaam maar zeker naar boven gaan. En nu gaan we kijken hoe in deze 9 verschillende gevallen de slave gaat reageren ten opzichte van de master. Het makkelijkste is om te starten met deze rij, de middenste. Hier zien we dat de debiet gelijk blijft. Nu, als het debiet gelijk blijft, wil dat eigenlijk zeggen dat we ons hier niks van moeten aantrekken. En dan gaat dit een enkelvoudige regeling zijn. We beginnen bij het midden. De master zegt tegen de slave, de temperatuur is perfect. Hou ze perfect. En dan gaan we kijken, altijd helemaal links, wat zou er gebeuren als de slave niets doet? Als de slave hier niets doet, wat blijkt? Door de stand van het vaatje hier, blijft het debiet hetzelfde. Het debiet dat ervoor zorgt dat die temperatuur juist goed is, blijft hetzelfde. Dus we hoeven hier eigenlijk niets te doen. We laten de klep even openstaan en de temperatuur zal even juist blijven. Wat gebeurt er nu in dit geval? De master zegt, mijn temperatuur is te hoog, doe er iets aan.
Het doel van de sleeve is dus de temperatuur doen dalen. Als de sleeve niets zou doen, het debiet blijft hetzelfde, dan verandert er niets, dan is de temperatuur nog altijd te hoog. Hoe kunnen we de temperatuur doen dalen? Dat zie je in het schema hieronder. Door onze klep meer open te zetten. Ander geval. In dit geval zegt de master, mijn temperatuur is te laag. Het doel van de sleeve is dus de temperatuur te verhogen. We kijken even wat er zou gebeuren als de sleeve niets doet. Het debiet blijft hetzelfde, dus dan gaat er niets veranderen. Met andere woorden, de temperatuur is nog altijd te laag. Maar we willen dat de temperatuur stijgt. Hoe kunnen we dat doen via de klep? Als we willen dat de temperatuur stijgt, dan moeten we net minder reflux steken en moeten we dus de klep van de reflux sluiten. Er zijn twee factoren die hier de temperatuur gaan bepalen. Het eerste is de stand van de klep en het tweede is het debiet. F. Die stand van de klep, daar hebben we een invloed op. Het debiet hebben we geen invloed op, dat heeft te maken met de stand van dit vaatje. We kijken even naar deze situatie. De master zegt de temperatuur is te hoog, dus ons doel is de temperatuur doen dalen. We kijken even links. Wat zou er gebeuren als de sleeve niets doet? Wat blijkt? Door omstandigheden is het debiet van de reflux aan het stijgen. Wat zou het gevolg daarvan zijn? Het gevolg daarvan is dat de temperatuur daalt. Dat is net wat we willen bekomen. Met andere woorden, als we niets doen, dan zal de temperatuur dalen, omdat blijkbaar toch het debiet aan het stijgen is. Met andere woorden, we doen niets. Want als we niets doen, dan blijkt dat het debiet aan het stijgen is en zal de temperatuur dalen. We kijken naar de situatie aan de andere kant van de tabel, want die zal soortgelijk zijn. De master zegt, mijn temperatuur is te laag. Dus het doel is de temperatuur doen stijgen. Wat zou er gebeuren als de sleeve niets doet? We kijken even naar de situatie. Het debiet van de reflux is door omstandigheden aan het dalen. Wat zou het gevolg daarvan zijn? We zien dat hier, als het debiet daalt, dan gaat de temperatuur stijgen. En dat is net wat we willen bekomen. Met andere woorden, als we niets doen, de klep blijft gelijk, ze blijft even openstaan, maar toch gaat het debiet dalen, door de stand van dit vaatje bijvoorbeeld, en dan zal de temperatuur stijgen. We kijken even naar deze situatie. De master zegt, de temperatuur is juist goed, en geeft dus het commando aan de sleeve, hou de temperatuur gelijk. Nu, wat zou er gebeuren als de sleeve niets doet? We kijken even naar de situatie van het debiet. Het debiet is blijkbaar aan het stijgen. Als de sleeve niets doet en het debiet is aan het stijgen, dan gaat de temperatuur dalen. Maar dat willen we niet. We willen net dat de temperatuur gelijk blijft. Dus willen we die actie tegengaan. We willen dat de temperatuur stijgt. Dus gaan we de klep meer dicht moeten zetten. Even herhalen. De master zegt de temperatuur is perfect. Dus mocht de sleeve niets doen, ja, dan zie je dat het debiet aan het stijgen is. Dus zou de temperatuur dalen. Dan is de master niet tevreden. Dus wij moeten eigenlijk de stijging, de daling van die temperatuur gaan tegengaan. De enige manier om dat te doen is door de klep meer dicht te zetten. Andere situatie hier onderaan. De master zegt, mijn temperatuur is perfect en zegt aan de sleeve, houden zo. Als de sleeve niets zou doen, dan zie je hier, het debiet is om redenen die wij niet kunnen beïnvloeden aan het dalen. Dus gaat de temperatuur stijgen. Maar de master heeft gezegd dat de temperatuur hetzelfde moet blijven. Dus wij moeten ervoor zorgen dat die temperatuurstijging
teniet gedaan wordt, dus ze moeten de temperatuur laten dalen. De enige manier om dat te doen is door de klep meer open te zetten. En nu komen we terecht in onze twee meest extreme toestanden. We kijken even naar deze. De master zegt mijn temperatuur is te hoog. Het doel van de sleeve is dus de temperatuur verlagen. Wat zou er gebeuren als de sleeve niets doet? Wat blijkt, door omstandigheden, is het debiet aan het dalen. Nu, als het debiet daalt, dan zou de temperatuur stijgen. Met andere woorden, als de sleeve niets doet, gaat de temperatuur stijgen. Maar de master zegt net dat de temperatuur moet dalen, dus het gaat in de tegenovergestelde zin van wat de master wil. Dus we moeten hier twee keer compenseren. We moeten aan de ene kant compenseren voor dat dalend debiet, maar dat zou er alleen maar voor zorgen dat de temperatuur gelijk blijft, maar de temperatuur moet dalen, dus we gaan ook nog eens de klep eens extra moeten aanpassen. Als het debiet daalt, dan zou de temperatuur stijgen. Dat willen we niet. Dus gaan we de klep meer openzetten. Maar dat zorgt er alleen maar voor dat de temperatuur gelijk zou blijven. We willen ook nog eens dat de temperatuur daalt. Dus gaan we de klep extra openzetten. De eerste keer openzetten, of de zoveel procenten openzetten, is om te compenseren voor ons dalend debiet. En de tweede keer is om ervoor te zorgen dat onze temperatuur effectief zou dalen. De andere extreme situatie. De master zegt mijn temperatuur is te laag. Dus de sleeve heeft als opdracht om de temperatuur te doen stijgen. De enige manier om de temperatuur te laten stijgen is door de klep meer dicht te zetten. Maar even kijken wat er zou gebeuren als de sleeve niets doet. Als de sleeve niets doet, we merken dat het debiet aan het stijgen is. Als het debiet stijgt, gaat de temperatuur dalen. Dat is het tegenovergestelde van wat de master wil. Dus dat moeten we compenseren. Dus we gaan de klep dichtzetten om het effect van deze stijgende debiet te compenseren. Maar dat zal er alleen maar voor zorgen dat de temperatuur gelijk blijft. We gaan de klep nog extra dichtzetten om er ook nog eens voor te zorgen dat de temperatuur gaat stijgen. Het oplossen van deze matrix is altijd volgens een bepaald systeem. Dus je gaat sowieso altijd eerst temperatuur en flow, dus de grootheid van de master invullen en de grootheid van de slave invullen. Dan de drie situaties, te hoog, juist goed, te laag. En dan ga je je doelen formuleren. Dat is telkens per kolom. Als de temperatuur te hoog is, is het doel hier overal ze verlagen. Als de temperatuur zeer goed is, is het doel hier overal de temperatuur hetzelfde houden. Als de temperatuur te laag is, is het doel hier overal van de temperatuur te verhogen. En dan begin je best in het midden, want dat gaat altijd zijn laat de klep staan zoals ze staat. Want als de master zegt ik ben tevreden, de temperatuur is juist goed en er verandert niets aan onze tweede grootheid, in dit geval de flow, dan zal de oplossing altijd zijn de klep even hard open laten staan. Daarna los je deze regel op, want dit is de enkelvoudige regeling. Immers, als onze grootheid van de sleeve gelijk blijft, ja, dan hoeven we er geen rekening mee te houden en dan wordt het een enkelvoudige regeling. Met een eenvoudige redenering, temperatuur willen we laten dalen, dus zetten we de klep meer open. Temperatuur willen we laten stijgen, dus zetten we de klep meer dicht. En dan ga je kijken naar de uiterste situaties. Deze zullen zich altijd op dezelfde manier gedragen. Klep hard dicht, klep hard open. Maar pas op, naar gelang de situatie krijg je in deze diagonaal dat de klep gelijk blijft staan of in deze diagonaal. Leer het dus alsjeblieft niet van buiten, maar zorg ervoor dat je cel per cel de redenering kan maken.